welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik het hebben over mijn make-up kwasten. Ik krijg heel vaak de vraag, Sarah, welke kwasten gebruik jij? Altijd in mijn video's vertel ik wel heel tijd welke kwast ik gebruik, tenminste meestal. Af en toe vergeet ik het ook. Maar ik vertel bij lange na niet welke kwast ik elke keer precies gebruik. Ik heb al een aantal jaar terug een hele kwastenvideo gemaakt, maar die kwastenvideo is al zo oud, dat zijn echt niet meer de kwasten die ik nu gebruik. Ik heb ook een hele lange tijd mijn kwastenlijn gehad, maar daar ben ik ook mee gestopt. En nou heb ik dus weer een goede verzameling van kwasten die ik gebruik en waar ik ook happy mee ben. Want ik krijg al wel een tijdje de vraag of ik een kwastenvideo wil maken, maar een tijd lang was ik nog niet helemaal tevreden met de kwasten die ik allemaal gebruikte, dus wilde ik ze niet per se aanraden. Maar nou ben ik echt tevreden met elke kwast die ik gebruik, dus vandaag ga ik het aan jullie laten zien. En deze kwasten gaan er echt voor zorgen dat je make-up er echt beter uit gaat zien. Kwasten maken echt super veel verschil. Als jij geen goede kwasten gebruikt, dan maakt het niet uit hoe goed jouw make-up is. Het zal waarschijnlijk toch iets minder mooi worden aangebracht. Ik heb een heleboel goede kwasten gehad in mijn leven, maar ook echt een heleboel slechte kwasten. Dus ik weet wel het verschil tussen wat nou echt een goede kwast is en wat niet. Dus ik ga vandaag al mijn kwasten laten zien. Ben je nu al benieuwd? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Dan gaan we snel beginnen met de video. Ik heb een mix van kwasten sets en ook gewoon individuele losse kwasten. Ik ben echt wel een fan van kwasten sets. Een heleboel mensen zijn geen fan van kwasten sets. Omdat heel veel kwasten sets, ik heb nou echt al 5 keer kwasten sets gezegd. Heel veel kwasten sets hebben een heleboel kwasten erbij zitten die gewoon niet worden gebruikt. Dus heel vaak hebben mensen iets van, ja, dan haal ik zo'n set en dan ja, gebruik ik gewoon de helft van de kwasten niet. Dus als je een set gaat halen, let goed op dat de kwasten ook echt gaan worden gebruikt en niet dat er een heleboel kwasten bij zitten die je niet eens gaat gebruiken. Want dan kun je gewoon beter individuele kwasten halen. Je komt wel altijd duurder uit als je alleen maar individuele kwasten koopt. Kwasten sets zijn toch altijd wel iets meer betaalbaar. Ik ga beginnen met de kwasten sets. Mijn kwasten zijn wel vies, want ik heb me net helemaal opgemaakt zoals je kunt zien. Deze look heb ik gemaakt in mijn niks nieuws deel 2 video. Dus daarin kun je zien hoe ik deze prachtige look heb gemaakt. Ik zal ook even vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb Sweet Tea Lip Pencil van Morphe. Gecombineerd met matte liquid lipstick van Fenty Beauty in de kleur Unbutton. Dit is een hele mooie nude kleur. Dus deze combi heb ik nou op mijn lippen. Oké, let's begin. Ik ga dus beginnen met de kwasten set. Ik ga beginnen met mijn neuscontour kwasten set. Ik krijg altijd heel vaak vragen over deze kwasten. Hiermee contour ik altijd mijn neus. Dit is een kwasten set van Morphe. En hij is echt super fijn voor neuscontour. Maar je kunt ze ook gewoon voor andere dingen gebruiken. Je hoeft niet elke kwast precies te gebruiken waarvoor die is gemaakt. Je kunt doen wat je wilt. Deze kwast gebruik ik bijna niet echt meer. Deze kwast is gemaakt voor de middelste highlight kleur hier zo. Om die zo mee aan te brengen. Maar die gebruik ik niet. Deze twee kwasten gebruik ik wel. Ook nog gewoon vandaag gebruikt. Deze kwast gebruik ik om de neuscontour aan te brengen. Die bruine lijnen die je hier ziet, breng ik aan met deze kwast. En dan met deze beetje meer fluffy kwast blend ik het zo uit. Dus deze twee kwasten gebruik ik echt iedere keer. En dit is een samenwerking met Brittany Bear. Zij is ook een beauty vlogger. En zij heeft deze neuscontour set gecreëerd. Want zij is echt de queen van neuscontour. Als je haar video's bekijkt, echt, je ziet zo'n groot verschil in hoe ze haar neus contourt. Het is gewoon alsof ze een operatie heeft gehad. Ze doet het zo goed. Dus ik dacht, ik haal haar set en ik ben er ook echt oprecht blij mee. Morphe is gewoon te bestellen vanuit Engeland. Ze hebben gewoon een EU-website en dan hoef je geen douane en niks te betalen. De volgende kwastenset is een van mijn nieuwste kwastensets en ik ben er echt super blij mee. En dat is deze ogenkwastenset van Zoeva. Het is een beetje aan de hoge kant qua prijs, maar echt absoluut waard. Ik zet by the way van alle kwasten een linkje beneden in de beschrijving als ik ze nog kan vinden, maar deze set sowieso. Zoeva heeft heel veel kwasten, ook individuele kwasten, dus je hoeft niet per se een hele set te halen, maar dat heb ik wel gedaan. Dit is een ogenkwastenset. Ze hebben ook een gezichtkwastenset en ze hebben ook gewoon een volledige kwastenset met zowel ogen als gezicht. Maar ik had echt al genoeg kwasten voor mijn gezicht, maar ik was nog op zoek naar goede ogenkwasten. En deze zijn echt amazing. Ze zijn wel vies. Ik heb ze net allemaal gebruikt. Maar hierin zitten zoveel goede kwasten bij. Niet te doen. Ik gebruik ze ook echt gewoon allemaal. Ik vind ze echt top. Dus hier ben ik echt heel blij mee. En echt absoluut de prijs waard. Ik had ook op mijn Instagram verhaal gezet dat ik deze set had gekocht. En ik kreeg echt een boel DM's van meiden die deze kwastenset ook hebben. En er super blij mee zijn. Dus dat is echt top. Dus veel mensen vinden
vinden hem fijn en ik ook. Dus ik raad deze ogenkwasten set echt aan. Dan heb ik hier, dit is geen set, maar deze heb ik wel gehad in een set. Dit is van New Standard. Is een Nederlands merk met kwasten. Ik heb hier hun poederkwast en hier hun bronzen kwast. Deze kwast gebruik ik voor poeder voor al over. Gebruik ik niet heel vaak, omdat ik niet heel vaak allemaal poeder doe over mijn hele gezicht. En dit is de bronzen kwast. Ik weet niet of hij echt is gemaakt voor bronzen, maar ik gebruik hem voor bronzen. En deze is echt amazing. Deze gebruik ik iedere keer als ik bronzer aanbreng. Hij is ook echt zo precies groot genoeg. Kijk, je kunt echt zo mooi helemaal zo bronzen. Vind ik echt amazing. New Standard verkoopt ook individuele kwasten. Dus misschien dat je deze kwast ook gewoon individueel kunt bestellen. Maar ik had ze van hun gekregen in gewoon de hele set. En deze twee zijn echt amazing. Vooral de bronzen kwast. I love it. Oké, dat waren dan de sets. Ik ga verder met de individuele kwasten. Ik ga beginnen met mijn highlighter kwast. Deze is ook van Morphe en is echt amazing. Deze gebruik ik echt iedere keer. Dit is de R36 en deze gebruik ik voor highlighter. Een probleem dat ik wel vaak heb met hun kwasten is dat als je ze wast, dan gaan ze helemaal zo uit elkaar staan. Veel mensen hebben dat probleem. Maar ze gaan weer gewoon terug in de shape. Kijk, nou is hij ook weer gewoon teruggevallen in de shape. Dus als hij is opgedroogd, je gewoon een beetje zo doet, dan worden ze weer gewoon normaal. Deze gebruik ik altijd om mijn glow aan te brengen en is echt amazing. Is het echt waard en is gewoon individueel te koop, dus ideaal. Dan heb ik deze blush brush. Is een blush kwast. Dit is de Radiant Blush Kwast nummer 305 van Nirei. Deze heb ik gehad in een hoodie box en ik ben er echt super blij mee, want ik gebruikte altijd een andere blush kwast, maar ik was er niet zo blij mee. Ik was nog op zoek naar een andere en toen ik deze kreeg in die box, ik dacht echt, oh mijn god, geweldig. Deze is echt geweldig. Normaal is hij helemaal wit, maar dit is de blush die ik vandaag heb aangebracht. En I love it. Heel veel mensen gebruiken ook zo'n soort kwast voor blush. Maar ik vind zo'n soort kwast niet zo fijn, omdat hij niet fluffy genoeg is. En hij is te klein. En dan breng ik toch te veel blush in één keer aan. Dus I prefer altijd gewoon zo'n grotere fluffy kwast. Dat vind ik altijd fijner. En deze is echt ideaal. Ik weet alleen niet waar dit te koop is. Ik ga wel straks, als ik deze video ga editen, eventjes op zoek online of ik hem kan vinden. En dan zet ik ook de link beneden erbij. Maar dit is echt een hele fijne blush kwast. Dan heb ik hier een kwast van de Primark. Ik heb hem al wel een tijdje, dus ik weet niet of hij nog te koop is. En deze heeft zo twee kanten. Hier zo is een grote platte kant. En hier beneden de iets kleinere platte kant. En dit is officieel gemaakt voor foundation en concealer. Daar gebruik ik ze niet voor. Ik gebruik de kant hier voor liquid highlighter, wat ik niet heel vaak gebruik. Maar als ik het gebruik, dan breng ik die hiermee aan. En de onderkant gebruik ik voor cream contour. Als ik mijn Huda Beauty Tentour of zo gebruik, dan gebruik ik deze onderkant om hem zo aan te brengen. Want hij is zo lekker klein en je kunt dan goed precies aanbrengen. Dus deze vind ik heel fijn. Ik weet alleen niet of hij er nog is bij de Pri, want ik heb hem echt al super lang. Dan ga ik verder met mijn Sigma Foundation Brush. Deze is echt super fijn. Dit is een Kabuki Brush Flat. Kabuki F80. Super dure prijs. Is van 25 euro of zo. Maar is het echt waard. Dit is echt de fijnste foundation kwast die ik ooit heb gebruikt. Ik gebruik altijd gewoon mijn beauty blenders. Maar af en toe gebruik ik ook een kwast. Bijvoorbeeld als ik meer een glowy finish wil, dan gebruik ik een kwast. En deze brengt het echt geweldig aan. En I love it. Echt super goede kwaliteit. En gewoon te koop bij Bougie Shop. Dan heb ik hier de Blush Brush van Elf Cosmetics. Lekker een betaalbare kwast. Hij is dus gemaakt voor blush, maar ik gebruik hem voor poedercontour. Oh. Voor poedercontour is hij ideaal. Ik vind hem niet zo fijn voor blush. Wat ik ook net zei, ik vind van die kleine kwasten helemaal niet fijn voor blush. Zoals je kunt zien is hij ook zo plat. En dat maakt hem super ideaal om zo je poedercontour aan te brengen. Dus daar gebruik ik hem voor. Lekker goedkoop en echt heel erg fijn. Dan heb ik hier nog een contour brush van Morphe. Dit is de M572 kwast. Deze kwast gebruik ik wanneer ik cream contour aanbreng op mijn neus. Dat doe ik niet heel vaak, maar wanneer ik het doe, dan gebruik ik deze kwast om hem zo uit te blenden. En daar is hij echt ideaal voor. Hij is zo lekker plat en perfect voor de neus. Dus daar vind ik hem heel fijn voor. Ik vind hem niet fijn voor poedercontour. Daarvoor gebruik ik gewoon deze kwast. Want die is iets meer fluffy. Dus voor poeder is dit makkelijker. Voor poeder is dit niet fijn omdat het te hard is. En dan de poeder niet goed uitblendt. Maar voor cream contour, ideaal, super fijn. Dan heb ik hier een kwast van Anastasia Beverly Hills. Dit is een wenkbrauwkwast en dit is de fijnste kwast ever voor wenkbrauwen. Ik was echt in shock. Deze is zo fijn. Je hebt hier een spoelie en dan hier de kwast. Deze kwast is zo ontzettend dun. Echt mensen, als je nog nooit deze kwast hebt gehad, je weet niet wat ik bedoel, ik zweer het je. Die ik altijd gebruikte waren toch best wel dik, waardoor je wenkbrauwen toch best wel dik aanbrengen. Maar deze is zo ontzettend dun. Je kunt ook zo van die neppe haartjes maken hier zo in het begin. En dan heb je hier ook gelijk de spoelie. Deze heb
heb ik ook vandaag gebruikt. Ik heb vandaag hun pomade gebruikt. En dan deze kwast gebruikt. Echt amazing. Deze spoolie ook super fijn. I love it. En deze raad ik echt aan. De prijs is wel weer hoog. Maar is het echt waard. Ik was zo in shock. Ik had nog nooit zo'n platte, dunne kwast gehad. En het was echt een wereld van verschil voor mijn wenkbrauwen. Dus deze is echt geweldig. Dan heb ik hier een platte oogschaduwkwast van de Kruidvat. Echt gewoon van de Kruidvat van, collectie. Hun Pro collectie. Dit is de Concealer Brush Pro nummer 5. Ik gebruik hem niet voor concealer. Ik vind hem echt veel te klein voor concealer. Ik gebruik hem voor oogschaduw. Ik heb hem ook vandaag gebruikt voor de glanzende kleur hier om me aan te brengen. Hij is niet te groot en dat vind ik fijn. De platte oogschaduwkwast die ik hiervoor gebruikte was best wel groot en dan bracht ik echt best wel veel aan in één keer en dat was een beetje too much. Dan kon ik niet heel precies werken. Maar deze is echt geweldig om zo je oogschaduw mee aan te brengen. Hij pakt ook lekker veel oogschaduw op. Ik vind hem echt super fijn en lekker betaalbaar. Gewoon van de Kruidvat Pro collectie. Echt top. I love it. Dan komt nou een van de beste kwasten ever en dat is de NYX Cosmetics nummer 14 kwast. Deze is zo fijn. Normaal is hij helemaal zwart, maar ik gebruik hem voor cut creases, dus hij zit een beetje onder concealer. Dit is de beste kwast voor een cut crease. Hij brengt de cut crease zo mooi en perfect aan. Als jij echt een beginner bent met cut crease of een pro, maakt eigenlijk niet echt uit. Haal deze kwast nummer 14 van NYX Cosmetics. Je gaat zoveel verschil zien in hoe makkelijk je een cut crease kunt maken. Echt geweldig. Hij maakt de lijn helemaal zo perfect strak. Ik heb hem ook weer vandaag gebruikt. Echt geweldig. Dus deze kwast is echt top. Dan heb ik hier een lipstick brush van OPV Brushes. Dit is echt hun lip brush. En dit is echt een fijne kwast voor lipstick. Als jij niet gewoon de lipstick gelijk wilt aanbrengen in verband met hygiëne of wat dan ook, breng een beetje lipstick of lipgloss aan op je hand. Pak gewoon met deze kwast een beetje op en breng het aan op je lippen. Ik gebruik dit niet heel vaak, maar wanneer ik bijvoorbeeld een keer iemand anders opmaak, dan wel. Want dan komt dat hygiëne in spel en dan is het belangrijk dat ik mijn dingen een beetje schoon hou. En dan gebruik ik deze kwast echt ideaal. Dan een kwast die jullie vaak hebben gezien in mijn video's de laatste tijd. Dit is echt mijn meest dunne kleine kwast die ik heb. En dit is een verfkwast. Dit is geen normale make-up kwast. Deze is gemaakt voor verf. Dit is nummer 0 van Lucas of zoiets. En deze heb ik gekocht bij Horenbach. Ideaal voor mensen die echt hele artistieke ooglooks maken. En echt van die hele kleine mini detail prulletjes moeten aanbrengen. Daar is die echt ideaal voor. Elke make-up kwast die ik had was gewoon te groot, te dik. Ik kon ook niet heel goed een make-up kwast vinden die zo dun was als deze. Maar ja, of ik nou een make-up kwast gebruik of een verfkwast. In principe maakt het niet uit. Ik heb hem gewoon gehaald bij Horenbach. Ze hebben ook een aantal formaten en ik ben gewoon gaan voor 0. Lekker klein. Ik vind hem echt super fijn. En dat was dan ook de laatste kwast van vandaag. Nou, ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan de video van vandaag. Zoals ik al zei, ik zet overal een linkje van beneden in de beschrijving. Tenminste, als er linkjes van zijn, als ik ze kan vinden. Maar vast wel. Van het meeste sowieso wel. Deze kwasten zijn dus echt allemaal top en I love it. Ik ben ook heel benieuwd naar jullie favo kwasten. Dus heb jij kwasten waarvan je denkt, Sarah, deze is echt geweldig. Je moet hem echt gebruiken. Let me know beneden in de reacties. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan zie ik jullie weer super graag bij mijn volgende video. Doei doei!